Het wordt vandaag weer een mooie winterdag met flinke zonnige perioden. In het noorden en midden van het land trekken eerst nog wel wat wolkenvelden over. De temperatuur ligt vanochtend nog onder het vriespunt, maar in de loop van de ochtend wordt het dan zo'n 1 graad. Verder waait er een matige noordoostenwind die het, voor het gevoel nog een stuk kouder maakt. Vanmiddag liggen de maxima tussen 2 en 4 graden. Er zijn dan flinke zonnige perioden. De oostenwind die blijft gewoon doorstaan en dat geldt ook voor de avond en de nacht. Vanavond gaat het alweer snel vriezen. Het kwik daalt naar zo'n min 2 en vannacht kan het zo'n min 3 tot lokaal min 6 graden worden. De oostenwind die trekt zelfs wat aan en die maakt het dus voor het gevoel nog een stuk kouder. Ook morgen een schrale, snijdende oostenwind. Smiddags dus kan het nog wel zo'n 2 tot 4 graden worden. En opnieuw zijn er flinke zonnige perioden. Vanaf zondag komt er koudere lucht het land binnenstromen. Dat betekent overdag nog maar temperaturen iets boven het vriespunt. Maandag en dinsdag geldt hetzelfde. Op veel plaatsen komt het niet eens meer boven het vriespunt. Ook zijn er maandag en dinsdag wat meer wolkenvelden. En mogelijk valt er in het uiterste noorden ook nog een sneeuwbuitje. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.